is Dim, we zijn hier op de IFA en ik heb hier voor me de tablet P, de nieuwe, een van de twee nieuwe tablets van Sony. 2x5 inch scherm, gescheiden door een klein scharnier, wat op zich niet erg stoort. Het is een erg compact device, gladde zijkant, makkelijk te openen als een soort pennendoos. Er zit hier stroomaansluiting, aan- en uitknop, de micro USB en de aan- en uit, de geluidknop. Hier zit een camera en aan de binnenkant zit ook een camera. Nou, Sony heeft een eigen sausje over de UI gegooid. Even snel de interessante dingen laten zien is bijvoorbeeld de e-mail. Aan de onderkant selecteer je je bericht en aan de bovenkant komt die terecht. Wil je hem gaan bewerken, zeg maar dat je hem wil forwarden, dan komt aan de onderzijde komt het toetsenbord. Dan kun je hem zo gaan bewerken. Dus je kunt hem ook makkelijk op tafel zetten en dan kun je hem ook makkelijk bewerken. Het scherm kun je de hoek klappen zodat het voor jou het beste ziet en daarna kun je hem verzenden. Dat werkt natuurlijk nu niet. Eventjes de gallery, ook wel interessant om te laten zien. De foto's selecteer je onderaan en die komt bovenaan op het beeld. Hier kun je zeg maar sharen en dergelijke wat je ermee wil doen. Dus hier wordt duidelijk gebruik gemaakt van de 2,5 inch scherm. En als ik een device hier zo neerzet, kun je ook zien dat je hem makkelijk zo kunt gebruiken. Dus je kunt zo de foto's selecteren. Het is Android Honeycomb wat opdraait. Even kijken of ik zo snel bij de instellingen, de settings. Dan zie je hier, als ik dat goed op beeld kan krijgen, Android 3.2 draait op. Ik hoop dat jullie nog kunnen verstaan, want het is hier echt een taklawaai. Zoals gezegd, Sony heeft wel veel eigen zaken erbij gezet. Dit device is compatible met het Sony netwerk, dus het huren van films en dergelijke. DLNA zit op. De browser gaat ook netjes over de twee beeldschermen heen. De toetsenbord werkt best makkelijk. Streep. Hij is er wel, maar je bent er eigenlijk zo aan gewend. En het 2x5 inch scherm heeft ook gewoon heel veel voordelen, omdat hij heel erg compact is. Je kunt hem zo in je binnenzak steken en als je eventjes wat mail wil bewerken, dan ga je gewoon naar je e-mail toe en dan kun je gewoon typen. Het gaat een beetje terug naar de Nokia Communicator, daar zou ik een beetje aan kunnen denken. Nou, zoals gezegd, heel veel eigen applicaties, filmpjes. We gaan het nog even allemaal een beetje uitzoeken wat er precies op zit. Want tot nu toe was dit de tablet P, de 2,5 inch schermen van Sony. Leuk ding.